ben Marcel Verdoorn, ik ben de landmeter van het waterschap de Hollandse Delta. Wij zijn vandaag hier in de duinen om te kijken wat afgelopen winter de stormen gedaan hebben met de duinen. Om te kijken hoeveel duinen er afgespoeld is met hoogwater en de storm van de duinen om de waterkering te monitoren of deze nog intact is. En ze staan er nog heel netjes bij. Er is wel heel wat weg, maar we hebben genoeg buffer de laatste jaren aangelegen met opspuitingen, dat we nog eventjes vooruit kunnen. We meten dat in, hoeveel er afgespoeld is. En dat doen we binnen, doen ze dat in kaart en dan doen ze berekenen van hoeveel we nog als buffer hebben voor de veiligheid. Duinen zijn als het ware hetzelfde als een dijk. De dijk is een waterkering, de duin is ook een waterkering. Die zorgen dat wij droge voeten houden in ons binnenland. De dijk is natuurlijk een vast begroeid iets en een duin is een bewegend natuurelement waar we constant op moeten monitoren.